Hier nog eens de opstellingen. Ook Godot staat nog eens in de basis bij Gent. En Walsh. Gaat hij goed vrij en het schot meteen. En het goed. Dat was moeilijk. Daar stond de Saar. Koem met de lange halen. En Souza is te laat. Balvoordeel gegeven. En blijft het balvoordeel geven. Boekhoek. Kan hij toch wel terugkeren. Ook die fout van Souza op Okumu. En Van Azenbroek reageert niet. Nu kent het verhaal. Krijgt nog een sanctie boven het hoofd voor zijn uitlatingen in de krant over Lajek. Hier Storm heeft de ruimte. Terugleggen. En daar doelpunt. Ja, daar is het doelpunt. En bij Gent is de protest uiteraard omwille van die fout van Souza op Okumu. Fase met de Vinicius en het eigen doelpunt van Doan. Hij gaat zelf gaan kijken. Alexandre Boucault. Het duurt lang, veel tijd nodig. Gaat hier gaan kijken. Souza, ook hij aan het praten. Hier de man. Wat gaat Boucault doen? Hier komt hij. Doelpunt telt niet en overtreding van Souza. Ik denk dat dit de logische beslissing is van Boucault. Hier nog eens kijken. Nou, ik denk dat hij geen bal heeft, Souza. Goede combinatie weer. Hermans, Brabti en Storm van Orenbeek. Terug tot bij Hermans. In één tijd goed het spel versneld. Brabti heeft ruimte, kan trappen. Recht op Tewieroef. Zambaat heeft tijd en ruimte om de bal voor te brengen. Kies toch nog voor Djidja. Het is geen goede voorzet. Hermans. En dan uit de tweede lijn. Het schot. Prachtig. Van Sven Kums. En de goede redding van Koeken. Op de bots. In de bots. In de drop. Castromont is een goede bal hoor. Tot bij Djidja. Djidja afleggen. Dan komt die Soudali eens bij de bal. Nee. Nog de terugkeer van Peire. Soudali claimt een overtreding. Niets aan, zegt Boucault. Ah, prachtige bal was het van Castromontes. Ook Djidja deed het uitstekend. En hier het afleggen. Gaan we Mechelen. Met Storm, al een tijdje niet meer gezien. Nicolas Storm komt naar binnen. Boucault leidt uit, Storm naar maar trappen laag. En de redding van Roef. Hij was dus de man van de acties in de eerste helft. Hermans was de man van de goede passing. Schoofs naar zijn linker. Schoofs. En dan steken. Hier is Kuiper een schot. En in de handen van Roef. Rapti als hij die bal te makkelijk ontfutselen. Maar terug keer van Hermans. En dus opnieuw Mechelen in balbezit. Hermans naar zijn linker draaien. Van Ecke de voorzet is goed. Kopbal van Kuipers is ook goed. Maar te zacht in de handen van Davy Roef. Van Lerbergen. Knappe bal op Storm. Daar komt Schoofs. De Saar moet alles bijeentrekken. De voorzet is goed. Tweede paal. Daar komt Hermans. Zijn kopbal is niet goed. Unieke mogelijkheid voor KV Mechelen. Duwtjes bij KV Mechelen. Schoofs tot bij Mrapti. Schoofs opnieuw. Schoofs moet nu knallen. Schoofs. En ook hij krijgt de bal niet voorbij. Mrapti ingesloten. Tussen Godot en de Saar. Bezoes gevonden. Soudali gaat. Soudali krijgt hem van Bezoes. Goede bal van de Oekraïner. Die Soudali naar zijn rechter. Die Soudali plaatsen. En de save van Koeken. Hoekschop. Prachtige bal van Bezoes op de Soudali. Weer op Peire af. Naar zijn rechter. Knallen. In de korte hoek. Maar de save van Koeken is goed. Maledi. En Gadeu blijven uit het pak. Mechelen even met 10, want Souza moest verzorgd worden. Daar is het doelpunt. En daar is de 1-0 van Agen. Net op het moment dat ze met 10 staan. Franke gaat dat even aankaarten bij Wim Smet. De eerste van het seizoen. Klimt daar goed in de rug van Hermans. Hij staat los. Koek kansloos. Goed gekopt. Gewoon even raken. Is het niet. Het is echt met een nekslag overhoeks binnenkoppen.
We zijn het al heel in de match. Uit. Ja, zijn ze niet goed. Dan is het moeilijk. Jesus. Een kraakt schotje. Jesus verlengt. Soudali ook. Malede is weg. Malede gepakt. Soudali gaat ver. Koeken. Net op tijd. En dan moet de koel terugkeren op de fout. En geeft hij rood aan Per. Voor die fout op Malede. Ging alleen op weg naar het doel. Hier, Jesus verlengt. Ook Tissoudali. Malede neemt de bal mee. Ja, Souza. Liep er nog half naast. Hier de vrijtrap van de Saar. Aangeraakt en op het dak van het doel van Koeken. Nog een hoeksoep. En dan fluit Alexander Boucault voor het einde van deze partij. AA Gent wint met 1-0 van KV Mechelen. Mechelen heeft gestreden, maar is ten onder gegaan op een hoekschop.